De organisatie natuurlijk die de asielaanvragen beoordeelt en die dus ook mag beslissen wie er wel of niet in ons land kunnen blijven. Naar verwachting is er dit jaar zo'n 5,5 miljoen euro aan claims bij hen neergelegd. Het heeft te maken met asielzoekers en statushouders die te lang moeten wachten op zo'n antwoord van de IND. Volgend jaar komt het bedrag naar verwachting uit op 17 miljoen euro. Ontzettend veel geld natuurlijk. Het heeft alles te maken met onderbezetting bij de dienst. Want ja, er zijn mensen wegbezuinigd toen het wat rustiger werd, maar er zijn nu steeds meer asielzoekers die weer asiel komen aanvragen. En dus zijn er mensen tekort, duurt het langer voordat mensen duidelijkheid hebben over hun asielprocedure. En kunnen ze dus een claim indienen. Nu 5,5 miljoen, volgend jaar waarschijnlijk 17. Zo ja, wisselend beleid zorgt dus voor een flinke claim, mevrouw Kuiken. Wat moeten we doen? Ja, erg hè. Van 1 miljoen naar 5 miljoen naar 17 miljoen volgend jaar. Ja, dat betekent gewoon dat er meer mensen moeten komen. En ook om twee redenen. Mensen die hier niet mogen blijven, moeten zo snel mogelijk weg. Daar heb je mensen voor nodig. En mensen die hier wel mogen blijven, ja, die moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn, zodat ze ook naar een normaal huis kunnen, zodat ze kunnen integreren. Want gebeurt dat niet, ja, dan weten we ook wat daar de gevolgen van zijn. Ja, meneer Putters, hoe zit het eigenlijk met het draagvlak voor dit soort claims? Valt daar iets over te zeggen? Nou, daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. Maar wat wij wel zien is dat mensen immigratievraagstukken echt bovenaan de problemen van ons land plaatsen. En het voelt denk ik onrechtvaardig voor heel veel mensen dat als er mensen in zo'n centrum zitten die eigenlijk hier niet horen, dat die dan allemaal claims indienen. En dat mensen die hier wel zouden mogen blijven, dat die niet snel genoeg gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Dus daar voelt iets onrechtvaardigs denk ik voor heel veel mensen.